Goedendag. Ja, kerstverlichting op straat. Het zorgt voor een beetje licht in de duisternis. De donkere dagen vol kerst. Hoe gaan die verlopen? Krijgen we nog sneeuw of blijft het toch over het algemeen regen? In de nieuwe 30-daagse staan we stil bij het laatste deel van het jaar en ook het eerste deel van het nieuwe jaar. En traditiegetrouw doe ik dat altijd met het Amerikaans model. Dat heb ik hier achter me staan. We pakken de kaarten op op maandag. En dan moeten we even kijken naar dit weekend. Dan hebben we te maken met dit hoge drukgebied. Dat hoge drukgebied zorgt voor rustig weer. Maar gaat langzaam maar zeker wat meer naar het zuiden bewegen. En dat betekent dat de westcirculatie weer meer op gang gaat komen in onze omgeving. En dat het weerbeeld wisselvalliger gaat worden. Vanaf dinsdag, woensdag toch wel weer meer nattigheid. De stroming wil zelfs wat doordraaien naar het noordwesten. En dat betekent. Ons dat het ook misschien wel wat kouder gaat worden, maar het lijkt er toch op dat de meeste kou echt noordelijk blijft. Wat wel direct opvalt, is dat we vanuit het noordwesten vaak met buien te maken gaan krijgen of met ja, met fronten die passeren. Kortom, dat ziet er vrij wisselvallig uit. De kaart is inmiddels aangekomen op vrijdag 22 december. En dan zien we nog steeds die strakke noordwestelijke stroming met het hoge drukgebied boven de Atlantische Oceaan en de lage druk boven Scandinavië. In Scandinavië is het echt koud. Daar valt ook vaak veel sneeuw. En daar zal ongetwijfeld een witte kerst gevierd kunnen worden. Maar in ons land, ik denk het eerlijk gezegd niet. Laten we maar eens naar de temperatuurpluim gaan kijken voor de komende twee weken. De kerstdagen die zien wij terug hier. Maandag, dinsdag, temperaturen ruim boven het vriespunt. Er is wel wat onzekerheid, maar die onzekerheid is eigenlijk ook boven het vriespunt. En de hele periode zitten we toch wel met temperaturen zo tussen de 5 en de 10 graden. Waarbij er aan het eind van de week dus iets meer onzekerheid komt als die noordwestelijke stroming wat dominanter gaat worden. En dan kan er misschien wat kou vanuit het noorden gaan komen. die kans is niet al te groot hoor. De weerregimes, daar kunnen we ook even mooi naar kijken. En dan valt direct op dat we in het begin van de periode, en dat is eigenlijk het laatste deel van het jaar, toch overtuigend nog wel te maken hebben met een NAO-plus-regime. En dat betekent een westcirculatie. Ook de zogenaamde Atlantic Ridge-regime zien we duidelijk terug. Dat is deze wat lichtere kleur. Ook begin januari is die aanwezig. Ja, en dat duidt toch ook wel nog steeds op een West-Noordwest-circulatie. Maar goed, wel een circulatie waarbij het echt wisselvallig kan worden stromingen die voor een oostcirculatie gaan zorgen die zie ik vooralsnog niet in de weerkaarten. Goed, we hebben volgende week bekeken aan de hand van het Amerikaans model. We pakken nu de luchtdrukafwijking erbij. Vanaf kerst tot en met 1 januari. En wat valt dan op? In het zuiden van Europa hoge druk. In het noorden van Europa lage druk. Boven Scandinavië is steeds die depressieactiviteit aanwezig. Zorgt bij ons voor die westcirculatie. Nou, dat hadden we al wel kunnen zien aankomen. En dat betekent over het algemeen toch wat hogere temperaturen. Zoals het er nu naar uitziet, verlopen de kerstdagen wat warmer dan normaal. Voor deze week wordt een prognose gezien van zo'n 1 tot 3 graden boven normaal. Nou, normaal is al rond de 5 graden. Tel er dan 1 tot 3 graden bij op en u heeft ongeveer een temperatuur die we rond die periode kunnen gaan verwachten. Geen vorst dus in ieder geval. De koude lucht in het noorden van Europa is wel zichtbaar ook boven Groenland en die is wel dichtbij, maar ik denk in deze week nog wat te ver weg. Veel nattigheid verwacht ik ook in de periode 25 december en januari. De afwijking is echt wel ruim boven wat normaal is. En dat zou zomaar kunnen gaan betekenen, ook met de neerslag die we komende week verwachten, dat dit wel eens het natste jaar zou kunnen gaan worden sinds we meten. En dat is ruim een eeuw. Het gaat erom hangen. Het is een tweede plaats in ieder geval al. Maar misschien toch wel die eerste plaats. Zeker als er een paar kletsnatte dagen tussen gaan zitten van kerst tot en met de jaarwisseling. We gaan een weekje verder, komen uit op de week 1 januari, 8 januari. Nog steeds heel duidelijk de luchtdrukafwijking in het noorden van Europa. Daar veel lage druk, daar veel kou ook nog steeds aanwezig. En in het zuiden zit dan wat meer hoge druk. En wat ook opvalt, is dat we ook wat hoge drukopbouw zien in de buurt van Groenland. En dat verklaart die Atlantic Ridge ook, die we mogelijk in deze periode gaan krijgen. Waardoor die stroming echt wel in de noordwesthoek komt zitten. Toch, als we naar temperatuurafwijking kijken voor die periode, zien we nog steeds... dat het echt wel wat warmer is. 1 januari, 8 januari. Die periode die verloopt warmer dan gebruikelijk volgens dit weermodel gaan we nog een stapje verder, dan gaan we naar de luchtdrukafwijking kijken van 8 januari, 5 januari. De boel wordt dan al flink onzeker, hoor. Dat zeg ik er eerlijk bij. Maar nog steeds wel die luchtdrukafwijking in het noorden. We zien ook nog steeds die luchtdrukafwijking boven Scandinavië, die hoge druk. Dus dat zou kunnen betekenen dat we nog steeds wel die die westcirculatie houden of die noordwestcirculatie gaan houden. Ik sluit dat zeker niet uit, maar de onzekerheid wordt wel groot. Wat opvalt is dat we nog steeds veel kou hebben in Scandinavië. Het wordt echt een koude winter daar, zoals het. Er nu naar uitziet met december en het eerste deel van januari en boven onze omgeving de warme lucht. Ook in het zuiden van Europa lijkt het er toch echt wel op dat het wat warmer gaat worden dan gebruikelijk. En dan had ik het vorige week over een signaal dat er mogelijk een opwarming in de, tropo in de stratosfeer gaat plaatsvinden. En daarvoor heb ik even een nieuw kaartje bij gepakt en dat is de gemiddelde zonale wind op 10 hectopascal niveau. Dat is heel hoog. Dat is op stratosfeerniveau. En dan kunnen we kijken naar wat de windrichting is. De zonale wind. En die wind, die is dus westelijk. En die is afhankelijk nog vrij krachtig. En gaat dan iets afnemen. En wat je wil voor een opwarming van de stratosfeer, is dat de wind eigenlijk gaat omslaan. Want dan krijg je die warme lucht bovenin. En dat kan uiteindelijk ertoe leiden dat we een hele andere circulatie aan de grond gaan krijgen. En dat signaal, dat was... Er een beetje al de afgelopen weken. En we zien nu nog steeds dat die wind wel wat gaat afnemen. Maar hij moet eigenlijk door de nul heen. Als hij door de nul heen gaat. Dan krijg je een oostcomponent. En dan kan het proces goed op gang gaan komen. Maar het ziet eruit dat dat nog niet echt wil gaan lukken in deze periode. Het is feitelijk ook een pluim, hè, zoals we wel vaker laten zien. Elke lijn, dat is een lid van die pluim, is een uitkomst. En de gemiddelde, dat is dan die witte lijn. En die blijft voorlopig nog wel boven nul. Met andere woorden, er is niet een heel duidelijk signaal dat het nu echt gaat opwarmen. Daar heel hoog boven ons hoofd. Met als gevolg dat we dan hier een compleet andere circulatie gaan krijgen. Zover is het nog niet. Met andere woorden, als we de boel gaan samenvatten, houden we voorlopig een forse westcirculatie. En dat betekent een nat einde van december. De komende weken zal er nog voldoende regenwater gaan vallen. Verder die noordelijke kou die aanwezig is boven Scandinavië, die komt af en toe wat zuidelijker. Nou, heel misschien dat dat nog een winterse bui gaat opleveren ergens in de periode tussen 20 en 28 december. Die kans is niet al te groot. Ik sluit het nog niet helemaal uit, maar de kans op een witte kerst volgens de definitie, die is wat mij betreft inmiddels al minder dan 5%. Nog fijne dag.